De zomer komt eraan. Eigenlijk denk ik te laat, hè? Nou, je bent eigenlijk nog goed, want na elke behandeling vallen de haren uit. Dat duurt ongeveer 2 weken. Ja. Dus als je nu begint, heb je eigenlijk nog profijten van in de zomer. Oh, top! Ja. We hebben het over permanent ontharen. Ja, want het is eigenlijk een soort droom van mij om nooit meer te hoeven scheren of nooit meer te hoeven epiladiën. Nee. Dat. Maar ik ben blond, dus in mijn ogen is er altijd gezegd... Dat je niet kan ontharen. Ja. Ja. De haren die blond zijn van kleur, ja, die kunnen inderdaad met de laser niet verwijderd worden. Ja. Alleen donkere haartjes, die kunnen wel behandeld worden. Dus we moeten even gaan kijken zo meteen of je ook donkere haartjes hebt zitten. Want die kunnen wel effectief met de laser worden behandeld. En hoeveel behandelingen moet ik doen meestal? Ja, het gemiddelde ligt tussen de 6 en 10 behandelingen. Ja. Het is wel een beetje afhankelijk per gebied. Sommige gebieden zoals het gezicht gaan vaak lastig, omdat hormonale factoren daar een oorzaak in spelen. Dus gemiddeld zit je tussen de 6 à 10 behandelingen. Het eindresultaat is haarvermindering tot maximaal 80%. Dus de meeste mensen komen toch nog wel jaarlijks een keer terug om het bij te houden. Ja, want dat wilde ik zeggen. Het is eigenlijk, je zegt permanent ontharen. Ja, klopt. Maar dat is het niet. Nee, er zijn heel veel klinieken die inderdaad adverteren met permanent ontharen, nooit meer hoeven scheren. Maar het eindresultaat is eigenlijk haarvermindering tot maximaal 80%. De haartjes die terugkomen zijn vaak wel verspreid en wat dunner. Dus dat is makkelijker te scheren. Maar dus af en toe de meeste mensen vinden het toch fijn om 1 keer per jaar, vaak voor de zomer, een keertje terug te komen. Nou, ga je dus met een soort laser, maak je die haarzakjes kapot? Ja, de laser vernietigt de haarzakjes. Er zijn alleen de haren die op het moment van de behandeling in een actieve groeifase zitten. Ja. Helaas zitten niet alle haren tegelijk in zo'n actieve groeifase. Na ongeveer 4 weken start een nieuwe cyclus. Dus dat is waarom je altijd meerdere behandelingen nodig hebt. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Je bent er dan dus nooit met 1 behandeling. Nee, nooit. Nee. En je mag van tevoren dus niet epileren? Nee. Of waxen? Nee, dan haal je dat haarzakje eruit. Ja. En dan herkent de laser niks. Dus dan lees je nergens op. Dus wat je moet doen is, je moet dan... die laser gaat er dan overheen, hè? Ja. Die maakt dat kapot. Ja. En daarna vallen dan al gelijk die haren uit? Dat duurt ongeveer 1,5 week, 2 weken. Ja. De haar laat op het moment van de behandeling los vanaf het haarzakje. Maar de ruimte vanaf het haarzakje tot de oppervlakte van de huid, dat is nog een stukje. Dus dat moet naar boven uitgroeien. Oh, dus dat moet eerst groeien. Ja, en dat duurt ongeveer 1,5 week, 2 weken dat al je haren uitvallen. Dus eigenlijk na de eerste behandeling merk je al wel snel resultaat. En op het moment dat het dan weer terug gaat groeien, heb je alweer je vervolgbehandeling gepland. Dus eigenlijk merk je vanaf de eerste behandeling al dat je veel minder hoeft te scheren tussendoor. Oh, groot voordeel van de behandeling. En nou zijn er heel veel verschillende soorten lasers. Ja, laten we wel weten. Ja, dat klopt. Ja. De een heeft een beter resultaat dan de ander. Ja, klopt. Wij werken echt met de gouden standaard ontharingslasers. We hebben er 2 staan en die kunnen we ook combineren met elkaar. Maar dat is echt laser ontharen, dus geen IPL of soprano lasers. Want wat is dan de laser die jullie... waar moet ik als consument op letten? Ja, sowieso dat het met een laser gebeurt. Daar zijn eigenlijk de beste resultaten mee. En dan heb je de verschillende soorten. Je hebt een diode laser, een alexandriet laser of een NDX laser. Bij getinte huid of bij echt negroïde huiden adviseren we de NDX laser. Want dat kan met de andere apparaten niet. Dus dat zijn eigenlijk de 3 gouden standaard lasers. Maar er zitten vaak merknamen ook aan een apparaat gekoppeld. Dus dat is vaak waar de verwarring ontstaat. Dus let vooral op het type laser wat in het apparaat zit. Ja. En in je gezicht, hè, doet het eigenlijk pijn? Het voelt een beetje als een soort van warme elastiekjes die tegen de huid worden geschoten. Ja. Maar bij ons wordt tegelijkertijd gekoeld met koude lucht. Dus dat heft die warmte voor een groot gedeelte op. Je voelt het wel, maar het is niet zo dat het zo pijnlijk is dat mensen nooit meer... Nee. En, het is wel effectief. Ja. Je voelt het, maar het is wel effectief. Ja. Ja. En je hebt dus na 2 weken resultaat. En met hoeveel tussenposes moet ik terugkomen? Dat ligt dus aan die cyclus van die haargroeifases. Dat duurt ongeveer 4 tot 6 weken. In het begin laten we de 4 weken tussen en op een gegeven moment groeien de haartjes langzamer terug. Dus dan laten we de 6 weken tussen. En dan moet ik dus om elk jaar even terugkomen om weer de puntjes op de i te zetten? Ja, de meeste mensen komen 1 keer per jaar terug voor de zomer. Maar sommige mensen vinden het fijn om wat vaker terug te komen.
Dus sommige mensen, tussen de 1 en 3 keer komen de meeste mensen terug voor een onderhoudsbehandeling. En met tatoeages? Laser en tatoeages? Ja, je kan niet over het gebied heen laseren waar een tatoeage zit. De laser reageert namelijk op pigment. En dat zit natuurlijk ook in een tatoeage. Dus dat gebied moeten we omheen laseren. Dus de haartjes die in de tatoeage zitten kunnen niet behandeld worden met de laser. Ja. Och, eigenlijk verkeerde volgorde. Verkeerde volgorde, ja. Je moet dus eerst laseren en dan pas tatoeëren. Ja. Nog even, wat kost een behandeling? Wat kost het per behandeling? Voor je oksels bijvoorbeeld? Ja. Ja, oksels is €90 per behandeling. Wat we vaak doen is als mensen voor meerdere gebieden komen tijdens één behandeling, dat ze dan een combinatieprijs krijgen. Ja. Dus dan betaal je bijvoorbeeld in plaats van oksels €90, €65 per behandeling. Noem nog even 3 keer die 3 lasers. Ja, dat is de alexandriet, ja. De endiac laser ja. En de diode. Daar moet je dus op letten.